Ja, hallo, terug nieuwe video van Sky Factory in Vanilla Minecraft. Volgens mij heb ik een glitch gevonden. In Minecraft dan. Dit is een Minecraft glitch, geen Sky Factory in Vanilla Minecraft glitch, hoop ik. Er zit daar een halve deur in de boom. What the fuck? Oké, heel apart. Zitten er nog meer? Kijk dan, gewoon, er zit een hele deur daar. Oké, ik wist dat Minecraft glitchy was, maar een halve deur? What the fuck? Wauw. Oké. En dat heet lag, denk ik. Laat ik even mijn render distance naar beneden zetten. Want dit hoort niet te gebeuren. Oké, iets is heel laggy. En laten we hier eventjes... Nee, niet. Oké, niet. Laten we nog een keer proberen. Nee, ik ga mijn axe doen. Ik mis hem met de hand hakken. Waar is mijn axe? Hier is mijn axe. Oké. En nu dan. En... Nog steeds niet. Wauw. Minecraft is ook soms zo glitchy. We kunnen door de regen heen slapen trouwens. Dat zou heel fijn zijn. Nee, nog steeds niet. Oké. Niet dat ik het net ook al 3 keer heb geprobeerd. Maar goed. Ja, ik heb dus even wat ge-AFK'd hier bij deze mooie cobblestone generator. En we hebben een heleboel van dit. Alleen het staat nu stil. Waarom staat hij stil? Oh, ik heb hier een hele mooie lever toegevoegd. En hier een stone hammer, ja. Oké. En ik heb 3 deuren voor extra safety. Dus kun je hier gaan staan om te AFK'en. Ja. Een speciale AFK plek met heel veel deuren. Oké. Dus, dan moet je deze stone hammer erin doen als je dan gravel wil. En dan krijg je gravel. En hij gaat automatisch ook cobblestone minen aangezien Minecraft glitchy is. Jee. Maar goed, nou vraag ik me dus af waarom dit allemaal zo glitchy doet. Dit zou helemaal niet moeten gebeuren. Kijk dan, dit is gewoon server lag, tick lag. Minecraft is gewoon echt een slecht spel. Hoe ga ik dat fixen? Laten we dit allemaal uitzetten. Gewoon allemaal op het laagste wat ik kan en kijk of die nog steeds doen. Ja, dat is duidelijk Minecraft zelf. Want ik bedoel, ik kan er niet zien hoeveel ik op heb. Hoeveel FPS ik speel, aangezien ik maximaal 60 heb. Maar ik zit wel boven de 60, hè? Net iets boven de 60. Dus ik heb geen idee wat dit, waarom dit zo gebeurt. Dus ja. Ik denk dat het te maken heeft met tick lag. En dat ik even moet gaan kijken naar de command blocks. Anders werkt zometeen niks meer. Ik kan eventjes proberen met 1 gravel eventjes te gaan sieven. Kijken hoe lang dat duurt. Want dat zou dan ook heel lang moeten duren. Ik kan even kijken. En... Dat gaat nog aardig goed. Oké, dan ga ik nu een heleboel gravel sieven. Kijken wat we er allemaal uitkrijgen. Dus ja, dan zie ik je zo meteen weer terug. Na de speed gravel siever mine thing. Timelapse. Ja, laat het gewoon een timelapse noemen. Ik ga proberen alles te doen, maar ik weet niet of ik alles ga doen nu. Anders dan is het wel een hele lange timelapse. Ik ga zoveel mogelijk proberen te doen en als ik het saai vind worden, dan stop ik wel. Dus ja, dan zie ik ze dan weer terug. Ja, daar ben ik weer.
We hebben ergens in de derde episode of zo hebben we dit gemaakt. En deze werkt voor geen ene meter. Dus we gaan denk ik even een andere maken met water erin, want we hebben nu wel water. Dus ik ga deze even helemaal ombouwen, denk ik zo meteen. Ik ga kijken of hier nu mobs in zitten. En dan maak ik het dak even open, want dat spannen ze niet meer. Dus, even kijken. Zitten hier nu mobs in? Nee. Oké, dan maak ik het dak even open. Gelukkig heb ik mijn ex meegenomen. Even kijken, daar nog een plekje. Dat ik zeker weet dat ze niet spannen, anders kom ik zo meteen boven. En dan zit hier een skeleton die me naar beneden schiet. Daar heb ik geen zin in. Dus, even kijken. We gaan weer naar beneden. Zo close. En die heb ik ook uitgeschakeld. Er komen dus geen mobs meer even. Dus, even kijken. Dan moeten we water hebben. En we moeten even een heleboel bloks hebben. Nou, dat hebben we wel. En ja, dan gaan we daar eens even iets moois van maken. Dus, even kijken. Waar zijn alle bloks hier? Deze ga ik gebruiken sowieso. Even een stack of zo, iets meer dan een stack. Dan verander ik die even in slabs, want we hebben helemaal geen slabs meer. Zo en zo. En dan gaan die allemaal even naar slabs. Niet allemaal natuurlijk, anders hebben we zo meteen gewoon geen gewone blokken meer over. Drie over, zo. Dat zullen wel genoeg slabs zijn, denk ik. Maar ik weet het niet zeker. Je weet het nooit, maar ik heb altijd nog meer hout. Dus het wordt nacht. Mooi, kan ik eindelijk door de regen heen slapen. Want die regen is heel irritant. Dus, maar goed, ondertussen. Stopt het nu met regenen? Ja. Ik heb trouwens de barrels hier weggehaald, want die hebben we toch nog even niet meer nodig. En als we iets niet nodig hebben, dan ga ik dat niet neerzetten, want het kost alleen maar lag. Even kijken, mijn axe wil ik wel graag. En ik heb geen axe meer. Ik heb daar een heleboel cobblestone, dus ik maak gewoon een cobblestone axe. Net zo makkelijk. Even kijken. Even een paar cobblestone. Zo. Dan hebben we ook eindelijk weer cobblestone. Dat duurde een tijdje, maar dan heb je wat. Even kijken, dat. Cobblestone, dit. En laat ik weer een stone pickaxe maken. En een stone sword. Oeps. Zo, en laten we dan ook, als we toch al bezig zijn, dit even maken. Zo. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Even kijken, die daar. En die daar. Zo. En dan ga ik eens even beginnen aan deze mooie mob spawner. En ik heb nog geen idee hoe ik hem precies eruit ga laten zien. Want ik wil natuurlijk wel dat hij werkt. En ja, en ik wil natuurlijk niet het megagat hier in het midden hebben. Dus dan moeten we die palen misschien, ik weet niet of ik deze palen ga verplaatsen. Of dat ik in het midden nog een apart iets ga maken. Maar zo hoort het niet in ieder geval. Zo blijft het ook niet. Maar goed, eerst even dit allemaal slopen. Dat gaat even een tijdje duren. En ik haat tijdjes, dus ik zie hem zo meteen weer terug als ik klaar ben met dit allemaal slopen. Ja, daar ben ik weer. Ik heb dus hier nu de afmetingen. En ze moeten van deze hoogte vallen. En als ze nu de grond raken, gaan ze dood. En één blokje hoger, als de grond één blokje hoger is, dan gaan ze dus net niet dood. Met andere woorden, we kunnen hier dus ook een XP farm van maken nu. Ik ga alleen even hier tellen. Dat is 1, 2, 3, 4. En dan 5, 6... 7, 8. Zover moet het water komen. Ja, dan ga ik daar even een mooie rand omheen doen met full blocks. Moet er natuurlijk wel een klein beetje mooi uitzien. Zo. En dan heb ik dat daar zitten. Dan moeten er allemaal slabs komen. Anders dan spawnen daar ook mobs. En daar heb ik geen zin in. Zo. Ik wil natuurlijk ook wel dat het een klein beetje leuk uitziet. Dus kijken, dat wacht wat. 1, 2, ja nee, dat klopt wel. 8. Zo. En ik wist dat ik niet genoeg blokken zou hebben. En dat klopt ook nog. Dus even kijken. Zo, we gaan natuurlijk meerdere lagen maken. Aangezien ze ook van hoger kunnen komen. Maar ze vallen altijd hier door het gat. Dus dan als ze aan het buiten focus verdieping zijn, dan vallen ze dus hier naar het, in het water. Als dat werkt, tenminste. Ik denk dat ik eerst maar één laag ga proberen. En nu zit ik hier vast. Yes. Ik denk dat ik eerst even naar beneden ga. Hoe kom ik ooit beneden als ik niet hier naar boven kan? Oké, zo. Ik ga eerst even wat meer hout halen. Want dat heb ik wel nodig met zo'n farm. Ah, fuck. Oké, dat ging niet echt volgens plan. Nogal niet volgens plan. Shit. Oké.
En ik hoop niet dat iets ervan af is gevallen. Lijkt me wel. Ja, en natuurlijk altijd weer de axe die ik het hardst nodig heb. Ja, mooi. Dat wordt een nieuwe axe. Even kijken. Sticks. Sticks. Laat ik eens twee axes maken. Zo. En dan nog wat hout. En dan ga ik rustig verder. Dus ik zal even laten zien hoe het ongeveer eruit komt te zien. Vanaf hier ziet het er al wel heel erg leuk uit, vind ik. Maar goed, deze palen blijven wel zo. Heb ik besloten. Even kijken, dan moet ik hier op zien te komen. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat doen? Nou, gewoon, ik maak hier nog een extra platform. Easy as that. Zo. Oké. En dan ga ik nu even hier, want hier komt natuurlijk nog... Hier kun je uiteindelijk niet meer verder omhoog. Dit stopt gewoon hier. En misschien komt er een tweede laag op, dat weet ik dus nog niet. Maar goed, ik ga hier even nu het platform helemaal afmaken. Dus dat is 4, 5, 6, 7, 8. Tot zover. En dan hier een rij full blocks omheen. Zo. En dan hier weer slabs, anders spannen er mobs. Daar zitten al slabs. Ja, dan ga ik hier dus allemaal blokken plaatsen. Zo. En dan krijg je hier zo meteen water. Vallen ze dan in. Het was wel een keer eerder die mob farm gezien. Bijna iedereen gebruikt hem, dus ja, is bijna onmogelijk om nooit gezien te hebben. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar bijna wel. Dus, dan gaan we hier langs. Zo, met full blocks. Even tot aan het einde. Eentje verder dus. Even kijken. Zo. En dan komt hier slabs. En ik wil niet dat dit full blocks zijn, want dan staat het niet mooi vanaf de onderkant. Nou, ik wil een beetje er mooi uitzien. En die ladders die gaan ooit wel een keer weg, denk ik. Dan maak ik wel een trapdoor. Daar kunnen ze net overheen lopen. En dan kan ik ook nog bij de trapdoor zien. Inventory. Nee, of course not. Yep. Dus dan krijgen we 4 van deze platforms. Waar ze op kunnen spannen. En dan vallen ze daar in het water. En dan moeten ze wel naar beneden. Dus ja, dat is eigenlijk het idee. Dan gaan we even een mooie, nog een timelapse doen. Want ja, anders schiet het niet op. En ik hou van speed. Dus ja, dan zie ik zo meteen weer terug naar de timelapse. Generally, you think what you hear on the radio is terrible. I think basically it's a product of the man. Why is it the fact that you just
think what you hear on the radio is terrible. I think basically it's product. And the reason why it's being manufactured is basically just to make money. It seems to me to have very little to do with the basic reasons for making music in the first place. Ja, daar ben ik weer. Zo, dat duurde echt super mega ultra lang. We zijn nu eigenlijk wel goedemiddag. Ik schrok me echt helemaal keurig. Oké. Hij werkt dus blijkbaar, dat is mooi. Nog eentje, wow. Oké, hij werkt perfect. Laten we het daarop houden. Dit duurde 25 minuten. Dat is dus de helft van de episode. En laten we even zeggen dat we nu geen tijd meer hebben om andere dingen te doen. Dus, want ik zit nu al 50 minuten zit ik hier mee bezig, dus ik heb niet echt heel veel zin om nog meer te gaan doen. En dat is een mooie spider. Als ik nu dat plaats, mijn leven is als het goed is nog. We shall see. Ik hoop niet dat het een creeper is, maar goed. Nee, oké. Oké, dan wel. Nee, wow, goedemiddag. Dat lag, though. They shouldn't be... Ze zouden dood moeten zijn. Even laten we het daarop houden. Goedemiddag. Hij werkt best wel lekker. Oké. Het enige nadeel is, ze spawnen nu terwijl ik nog niet klaar ben. Maar ze zijn een goede farm dus blijkbaar. Oké. Auw. Ik denk dat ik snel weg ga hier. Anders dan krijg ik zo'n een creeper op mijn hoofd die ontploft. Of een skeleton die wil gaan schieten. Maar goed. Ik ga dus nog even één ding doen. En dat gaan we even on-camera doen. Even om de episode te vullen. En dat gaat heel lastig worden nu op dit moment. Want er spawnen nu allemaal mobs hier. Als ze me nu niet... Nee. Als het goed is spannen ze nu niet... Oké, wacht. Dat ga ik even cheaten. Ja, peaceful. Heel even peaceful. Anders kan ik het echt niet doen. Zo, zit ik hier boven. En dan ga ik daar eens een blok plaatsen. Dat. Daar is een blok. Dat. Daar is een blok. Dat. En dan hier boven ook een blok. En dan ga ik eerst dat doen. Nee, dat. Nee! Oeh, dat scheelde niks. Oké. En dan ga ik hetzelfde even hier doen. Even een slab pakken. Ik heb geen slab. Jee. Even een slab pakken. Een slab. Deze dingen. Even kijken. Maar we zagen net een creeper overleven. Dat is ook niet heel erg fijn. Dus daar moeten we ook even voor oppassen. Dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Even kijken, zo. En zo, allemaal dat, ja. Heel mooi. Ik ga even dit helemaal omhoog laten gaan. En dan zijn we zo goed als klaar. Ik moet alleen nog tussen allemaal van die dingetjes maken. Oh, dat is trouwens niet zo handig dat ik dat nu zo doe. Ik wacht, kijk eens naar beneden. Want er moet natuurlijk ook allemaal nog van die dingen tussen. En dan heb ik weer slabs voor nodig. En daar heb ik dit voor nodig. Een stuk of... Zoveel zal er nog zijn, ja. En dan haal ik dit nog even naar beneden. Zo. Dus, dan ga ik natuurlijk zo... Nee, dan kunnen de baby's soms kunnen er langs. Maar zo kan ik niks zien. Oké, dan doe ik het gewoon zo. En zo.
Ja, dat is wel goed. Even kijken. Dan op de onderste laag. Op de onderste laag, zo. En op de bovenste laag. Oké. Okay. Voor de rest wordt het allemaal gewoon... Is het dan het poolblok? Ja, daar kunnen ze dus op vallen, dat weet ik niet. De rest dat ze niet ergens op kunnen vallen. Ja, dan kunnen de baby's soms nog steeds doorheen. Maar dat kunnen ze dan... Ze kunnen er zelf niet met een AI kunnen ze er niet doorheen. Dus volgens een AI gaat alles helemaal verkeerd dan. Dus ze zouden het niet kunnen doen, die kleine baby zombies. Even kijken, dit even is allemaal. Oké. Okay. Dit gaat wel even een tijdje duren trouwens. Oeps. Vooral als ik heel veel misplaces maak, maar goed. Ja. Dus, dit is dus een mob farm. En we moeten dan echt wat roepers aan de onderkant plaatsen, zodat het automatisch opgepakt wordt. Want dan hebben we echt een fully automated mob farm gemaakt. En dan moet ik eigenlijk even op de challenge list kijken wat we allemaal kunnen afstrepen. Want ik heb de afgelopen paar episodes 0 keer gekeken. Dus dan moet ik even kijken of ik nog wat dingen kan afstrepen. Dus, ga ik dan even tussen de episodes door doen. Maar goed, dan ga ik even dit afmaken. Om nog wat, ja, eigenlijk wil ik gewoon het veiliger hebben, want ze schieten ze hier op je als je hier langs loopt. Dus ja, laat ik dat even gaan doen. En natuurlijk kan ik daar, ja, ik kan er even bij, zo. Dat is nog een aardig stukje. Kijken, ik moet niet vergeten dit te doen, anders dan hebben ze meteen geen ruimte meer. Zo. Zo. En zo. Oké, ik zie je zo meteen weer terug als ik klaar ben met dit. Dit duurt nog even, dus nog heel eventjes, dit duurt nog wel even een tijdje. Dus ja, tot zometeen. Ja, daar ben ik weer. Ik ben nog even aan het kijken of ik wat iron kan krijgen van Gravel. Want ik heb nog wat meer iron nodig. Aangezien ik niet 4, hoe heet dat, hoppers kan maken. Ik kan er nu 3 maken, dus ik moet nog... Hoeveel moet ik er nog? Even kijken. Nog 2 iron. Moet ik. Dus het zou mooi zijn als ik nu op de een of andere magische wijze met deze 2... Hoezo krijg ik nu ineens achievement cowtipper? Bart, dat is 1. Redstone. Nog eentje heb ik er nodig. Kom op, je kunt het. Nog eentje. Nee, niet. Oké. Okay. Nog eentje snel. Kom op. 1 iron. Kom op, hoe moeilijk kan het zijn. Dat is 1 gold. Ik wil graag 1 iron. Dat is cool. Dat wil ik ook niet. Kom op. Eentje nog. Ja, daar is hij. Hups, oké. En in de furnace. Dus, dan heb ik nu weer 3 erbij. Even kijken. Ik ga nu deze ding craften. 4. Zo. En dat even erbij knallen. En nog een keer. Oeps. En dat erbij knallen. Dan heb ik 2 hoppers en 2 chests. Dan moet ik nog 2 chests hebben. Als dubbel chest ervoor. Daar kunnen alle items in. En dan moet ik dit nog even doorsmelten. Ik ga deze pas plaatsen, denk ik. Dan collecte de items ook al. Waarom lag dit? Oh, fuck. Oké. Okay. Apart. Ja. Dus. Kijk, dat is dus niet de bedoeling. Sommige spiders die overleven. En dat vind ik niet leuk. Ga dood. Dankjewel. Sommige spiders. Alles overleeft. Kijk, dat daar. Als het goed is, komen ze er zo meteen niet meer bij. Please. Die al. Alsjeblieft. Ga dood. Dood. Je weet wel dat gebeuren waarbij je niet meer ter wereld bent. Dood. Please. Oké, okay, nee. Jij ook dood. Please. Oké, okay, dankjewel. En jij ook dood. Wow, dit ding is gewoon nog... Oh, ik weet ook waarom dat komt. Die is daar gewoon gespand. En jij ook dood. Ik zei... Dood. Dankjewel. Er komt daar nog een hopper. En als het goed is, zijn er hier al items in aan het gaan. Ja. Dan pak ik nu ondertussen even mijn andere 2 hoppers. Of 1 op dit moment. Ik kan er net niet 2 maken. Even kijken. Zo. Dat is die. Komt nog 1 iron. Dat kan wel eventjes heel snel. Hupsakee. Ah, kom op. Het smelt nog maar wat sneller gaan. Ja.
Ja. Hupsakee. Dat is 5. Oké. En dan nog de laatste. Zo, dat is nog 2 helpers. En dan hebben we nu dus een complete mob farm met autocollectie van dingen en stuk. Als er nog een keer een mob is gespand hier beneden. Wauw, dat ging perfect. Als hij daar onderdoor was gegaan, joh, had ik gaan gillen. Nou, niet echt, maar... Zo, en als het goed is gaan alle items dan rechtstreeks naar dat... Naar die chest, ja. En ik pak nog even wat items op die er niet bij kunnen, oké. En dan gaat alles hierin. Als het goed is. Behalve als de skeleton overleeft. Apart, dat ze overleven. Zou niet moeten kunnen. Oh shit, creeper. Dat is niet helemaal de bedoeling. Apart. Heel apart. Maar goed. Er komen dus items hierin. En dan ga ik eerst even sorteren. Sorteren. Ik ga eerst een lijn maken met dit. Lijn maken met dat. Lijn maken met... En dat heeft ook geen zin, want dan kunnen we niet meer bij. Goedemiddag. Niet zo heel veel lag of zo. Dat komt daar. Dat gaat daar. Bones gaan daar. Arrows gaan daar. Spider eyes heb ik er nog niet zoveel van. En string gaat daar. En dan de rest van de items die kunnen vast wel ergens anders. Even kijken. Nou, zo doen. Nee! Don't even try. Oké, ik ga hier denk ik toch even zo'n blok plaatsen voordat er zometeen echt creepers op blok hier. En dat vind ik niet leuk dat ze dan ook blijven leven. Dat vind ik niet echt het nut van een mobfarm. Waarom is dat zo? Dat vind ik heel apart. Even kijken. Daar even blok plaatsen. Had ik blok nog weg of blijft dat zitten? Dankjewel. En dan kan ik nu dus erbij, soort van. Ja, ik kan er nu soort van bij. Maar niet genoeg. Ik kom nog iets naar beneden. Zo, en die mag ook van mij nu wel weg. Hupsakee, ik heb net gemined. Ja, dankjewel. Dan kan ik nu bij. Oké, mooi. En die spiders, die weet ik wel dat ze blijven. Maar... Ik vind het zo apart dat de creepers de ene keer wel doodgaan en de andere keer niet. Mag ik dat XP oppakken of blijft dat zo in de rond vliegen? Ik denk dat het in de rond blijft vliegen. Zo. Oké. Dan ben ik hier klaar, denk ik. Denk ik. Even wachten. Misschien dat ik iets kan fixen. Nee, ze kunnen sowieso niet op de hopper spawnen, denk ik. Lijkt mij. Hé, hey, een boog. Dat is ook wel iets onhandigs. Als er een boog komt, dan hebben we niets gedaan. Even kijken, dat daar. Dan de spider eye daar. Hij werkt nu wel goed. Ja, ik vind het heel mooi. En die laat gewoon even zo. En dan eindig ik hier de episode. Want ondertussen ben ik alweer 1 uur en 8 minuten aan het opnemen. En dat is best wel een hele lange tijd. Even kijken. Die moet daar niet in. Die moet daar wel in. Die moet daar wel in. En die moet op de andere manier ook in. Oeps, dat ging niet helemaal goed. En dankjewel. Items daarin. Zo. Hout daarin. Zo. En de crafting tables ook omdat het kan. En sticks ook omdat het ook kan. Bones mag wel daar blijven. Bij komt ze daar. Shuffle heb ik allemaal in de inventaris. 1, 2, 3, 4. En dan de waterbucket gaat daarin. En dan daar zo. Ja. Oké. Okay. Dus, we hebben ondertussen alweer 6 diamonds en 9 emeralds. Dat is pittig goed. Maar goed, ik ga eens op de challenge objective ding list kijken wat ik allemaal heb gedaan. Dan kan ik dat allemaal afstrepen en ja, dan gaan we volgende episode denk ik weer iets leuks doen wat op de challenge list staat. Want we kunnen nu wel iets gaan doen, denk ik. Lijkt mij, aangezien we ja, best wel ver zijn gekomen. Oh, witch. Ja, nee, die overleeft wel. Oké. Okay. Ja, dat is wel een beetje fucked up.
Ja, dit wordt dus niet helemaal een fully automated farm, zie ik nu al. Aangezien er nu al dingen overleven. Twee witches. Wauw, dat is best wel op één. Zo. Oké, en wat hebben we daarvan gekregen? Glowstone. Cool. Redstone en glowstone. Oké. Pretty cool. Dus, we hebben ook hier nu een heleboel mooie food source. Ja. Ook al hebben we daar een hele mooie farm staan. Ja, die zit ook al bezig. En deze zijn meloen volgens mij. Nee, dat is pumpkin en dit zijn meloen. Er staat een torch op en dat hoort niet. Maar goed. Ja, ik ga hier de episode afsluiten. Want ik ben alleen maar aan het doorpraten. En dat heeft ook niet zoveel zin. Dus ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye.